Dames en heren, het is mij een groot genoegen om als kerstverse voorzitter van de stichting Dr. J.M. den Uyl Lezing u van harte welkom te heten in deze afgeladen zaal. Dat laatste vinden wij niet alleen prettig, maar het verbaast ons niet. Want we zijn hier allemaal bij elkaar gekomen om te gaan luisteren naar de lezing van Monica Sie. Sinds 2008 directeur van de W.R.D. Beckman Stichting. En in die hoedanigheid ook een van de aanjagers, denkers, maar vooral ook motor van de hele discussie over Van Waarde. En in het verlengde daarvan gaat zij ons vanavond het nodige vertellen onder de titel Eerst als het is, is het ernst. Ik geef je graag het woord. Dankjewel, Job. Dames en heren. Greep op het leven. Dat was de diepste verzuchting, de harte wens van de mensen die we interviewden voor het boek Vooruit. Dat de W.R.D. Beckman Stichting 2 jaar geleden uitbracht. De verzwegen politiek van het dagelijks leven gaven we mee als ondertitel aan de tientallen persoonlijke verhalen die we optekenden. Want eigenlijk gingen heel veel van die persoonlijke verhalen over politiek. De meeste mensen die we spraken, jong, oud, in verschillende beroepsgroepen, hebben een grote vrijheid in hun privéleven weten te realiseren. Ze hebben het goed in Nederland, ze vinden geluk met hun geliefden en hun vrienden in het gezinsleven, hobby's, vakanties. Maar was iets wat mijn collega Menno Hurekamp en mij al na een tiental interviews begon te beklemmen. En dat was een schrijnend gebrek aan politieke vrijheid. Vrijheid als de mogelijkheid om samen met anderen richting te geven aan het leven. Om invloed uit te oefenen op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die inwerken op je leven. De grote frustratie van Esther Korstenhof, die moet werken in een omgeving waarin haar professionele waarden als zorgverlener met voeten worden getreden. Waar de fancy nieuwbouw die het management voor de kliniek heeft bedacht totaal ongeschikt is voor zorg aan patiënten met hersenletsel. Voor mensen die overgevoelig zijn voor het geluid van hakken op harde vloeren. Die behoefte hebben aan klokken aan de muur in plaats van strakke lege wanden. En die simpele apparatuur nodig hebben die je thuis ook gebruikt in plaats van ingewikkelde cappuccino-apparaten. Het gebrek aan zeggenschap van de mensen die de zorg in de praktijk verlenen en die de zorg ontvangen was ontluisterend. Of de stress van de jonge vader Zimri Kramer die bij het Max-concern werkte. Het gevoel dat hij 24 uur per dag beschikbaar moest zijn voor de zaak, voor de klanten, terwijl hij ook wel eens zijn 3 kleine kinderen wilde zien en om die reden eigenlijk graag wat minder zou werken. En om de manier van zaken doen van het concern, die steeds verder van hem afkwam te staan, zeker sinds de firma in handen kwam van een private equity fonds. Cash is king, werd het motto. Vroeger was het Nederlandse bedrijf gericht op binding met klanten, met het oog op duurzame inzet. Nu ging het om snel geld binnenharken, want zo'n private equity fonds is er niet voor de lange termijn. En hoe waar dat is, is sindsdien gebleken, want Max is nu failliet. Het continue gevoel niet je waarde te kunnen volgen zodra je je huis uitkomt en dat je geen greep hebt op wat er op je werk, in de samenleving, de economie gebeurt. Terwijl dat werk, die samenleving en de economie natuurlijk wel jouw geluk bepalen. Hoe hard je de deur aan het eind van de dag ook achter je dicht trekt. Hoeveel glossies en vakantiefolders je s'avonds ook doorbladert en hoe gezellig de avondjes met vrienden ook zijn. Een grootschalig onderzoek van Marc Algardes in België, dat in oktober verschijnt, laat zien dat jongvolwassenen uitermate pessimistisch zijn over de toekomst van hun samenleving. Ze zien grote, onstuitbare neergang. En ik vermoed dat de conclusies gelden voor alle West-Europese landen. 9 op de 10 jonge mensen tussen 25 en 35 zijn ervan overtuigd dat steeds meer bedrijven zullen vertrekken naar lage lonenlanden. Dat de pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen kariger zullen worden en dat de opwarming van de aarde voor steeds meer rampen zal zorgen. 8 op de 10 verwachten dat ze harder en meer zullen moeten werken voor lagere lonen en dat de ongelijkheid zal toenemen. 7 van de 10
verwachten dat de mensen die nog werk hebben in slechte contracten zullen moeten werken. Dat de onveiligheid zal toenemen en dat de relaties tussen moslims en Europeanen gewelddadig zullen worden. 6 van de 10 van de jongvolwassenen verwachten dat zij zelf voor hun zorgbehoevende en zieke ouders zullen moeten zorgen. Dat de overheid dat niet meer zal kunnen doen. Een toekomst van bittere pillen. Volgens grote tot overweldigende meerderheden van die jongvolwassenen drijven we af van het soort samenleving dat we willen. En dat geloof in maatschappelijke en economische neergang doet hen het ergste vrezen voor hun persoonlijke toekomst. Wat het Sociaal Cultureel Planbureau een aantal jaren nog kon zeggen. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht. Geldt niet meer. Onze toekomst ziet er zo somber uit dat het met mij ook niet meer zo goed gaat. Is inmiddels een betere omschrijving van wat deze jongeren ervaren. De jongeren voelen zich niet in staat die neergang te keren. In politiek en collectieve actie gelooft deze generatie niet meer. Een goede baan, een aangename veilige buurt, goede scholen voor de kinderen, degelijke zorg voor zieken. Dat alles beschouwen zij als een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ze rekenen daarbij nog wel op de hulp van de partner, de familie en op een portie geluk. Maar op de politiek rekenen ze nauwelijks meer. 16% van de jongeren rekent nog op de politiek, waar het gaat om hun persoonlijke welzijn. Dat is net iets meer dan de 13% die daarvoor op God rekent. In de ogen van deze jongeren geeft de politiek hen geen greep meer op het leven en ze voelen zich onmachtig om de neergang die alles van waarde vernielt te stuiten. Greep op het leven, daar wil ik het in deze lezing over hebben. De mensen greep te geven op de economische en maatschappelijke omstandigheden die hun geluk bepalen. Dat is eigenlijk sinds het begin het politieke project van de sociaaldemocratie. Eerst maar eens wat greep op de lezing. Ik zou 2 dingen willen bespreken vanavond. Ten eerste nagaan hoe een waardegedragen politiek kan bijdragen aan greep op het leven. En ten tweede hoe zich dat uit in concreet politiek handelen. Hetgeen ik zal illustreren aan de hand van de toekomst van de verzorgingsstaat. Want we leven in een moment van politieke waarheid, zoals Anton Hemerijk dat is in een oratie aan de Vrije Universiteit zo treffend verwoordde. De geschiedenis leert dat diepe economische depressies worden gevolgd door ingrijpende institutionele veranderingen, nationaal en internationaal. En ook na de financiële crisis van 2008 verschuiven de tektonische platen. Als we ons richten op de toekomst van de verzorgingsstaat, dan zien we een proces van glocalisering. We zien een overdracht van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau en daar voorbij, verpulverend als het ware, een globalisering. En tegelijkertijd decentralisatie van een fors onderdeel van de verzorgingsstaat naar de gemeente, lokalisering. Veranderingen waar mensen greep op zouden moeten hebben, die zouden moeten worden gestuurd door ideeën over de gewenste toekomstige samenleving, maar die dreigen te worden gedomineerd door financiële en bestuurlijke overwegingen. Met het Van Waarde-project van de W.R.D. Beckman Stichting proberen we bij te dragen aan het vermogen tot waardesturing van deze processen. De belofte van de sociaaldemocratie is altijd geweest dat morele uitgangspunten worden vertaald naar maatschappelijke verandering en politieke verantwoordelijkheid. En die politieke verantwoordelijkheid speelt nu. Dat is waar ik op doel met de titel van de lezing, ontleend aan Lucebert. Eerst als het is, is het ernst. Het Van Waarde-project is vaak gekoppeld aan Lucebert's bekendste dichtregel. Alles van waarde is weerloos. Hoe waar die zin is, blijkt ironisch genoeg uit het veelvuldig politiek misbruik van dit weerloze gedicht zelf. Ik zal het gedicht dus ook niet bewerken voor politieke doeleinden. De zeer oude zingt. Er is niet meer bij weinig, nog is er minder. Wat wordt, wordt weerloos. Eerst als het is, is het ernst. Het herinnert zich heilloos en blijft ijlings. Alles van waarde is weerloos. Wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk. Als het hart van de tijd, als het hart van de tijd. Het is eigenlijk een heel filosofisch gedicht. Waarvan mooie interpretaties zijn geschreven, onder andere door Peter Hofman in het dagblad Trouw en de filosoof Cornelis Verhoeven. Ik heb voor de lezing de zin eruit gelicht die ook volgens hen de kern is van het gedicht. Eerst als het is, is het ernst. En daarin lees ik met hen, pas als het gaat om dat wat er is, hier en nu wordt het ernst. De kwaliteit van het zijn wordt bepaald in het absolute nu,
Hoe bewust handel je in het hier en nu? De slotregel van het gedicht, die als een mantra wordt herhaald, benadrukt nog eens het belang van aandachtig leven in het hier en nu. Het hart van de tijd, het hart van de tijd. Een waardig gestuurde politiek probeert precies daartoe te inspireren. In de slotpagina's van zijn essay over protestantse ethiek sprak Weber over een benadering van economie en politiek die niet langer ethisch is. Die steeds minder door actuele waarden wordt bewogen en gestuurd. Men leeft dan, zo schreef hij, als in een ijzeren kooi. Een leven bepaald door omstandigheden. Het streven nog enkel gericht op het efficiënt najagen van doelen die al lang niet meer de waarden van de mensen weerspiegelen. De reductie van alle waarden tot het zo efficiënt mogelijk maken van korte termijn winst, die Max-ontwerper Simri Kramer en zijn klanten ervoeren. En het perfectioneren van zorginstellingen op een manier die losgezongen is van de waarden van het primaire proces van zorgverlening van Esther Kortehof en haar patiënten. Hoe bevrijden we ons uit de ijzeren kooien van eenzijdig en korte termijn rendementsdenken en losgezongen managementdenken? Hoe bevorderen we dat mensen greep hebben op de hervormingen van de verzorgingsstaat die gaande zijn? En dat die veranderingen ook tegemoet komen aan hun actuele noden en wensen. Daar wil ik het vanavond over hebben. Cynici en conservatieven constateren, respectievelijk betreuren, een verlies aan waarden in deze tijd. Maar wij zien juist dat waarden en de gerichtheid erop volop leven en stellen een andere diagnose. Als iets ons vrolijk stemt op de WBS deze dagen, dan zijn het de veelkleurige en idealistische initiatieven die we bestuderen in het kader van het project van waarde lokaal. Zoals het Free Café in Groningen, een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. Vrijwilligers doen al het werk in en rond het café. Ze halen ingrediënten gratis op bij supermarkten, boeren en bakkerijen. Het voedsel is over de datum heen, maar kan nog prima worden gegeten. En op woensdag en zondag kan iedereen daar gratis komen dineren. Het idee achter het café is dat alles tot zonder geld tot stand komt. Deze kleinschalige initiatieven bevestigen de trend die Borgman, Van den Brink, Dekker en Witteveen vaststelden in een groot onderzoek naar de betekenis van waarden en idealen in deze tijd. Zij constateren dat morele idealen en geestelijke beginselen niet zijn verdwenen, maar juist zich over de hele samenleving hebben verspreid. De veelkleurigheid waarin die waarden en idealen tegenwoordig tot uitdrukking komen, maakt alleen dat ze moeilijk te herkennen zijn. Mensen worden bewogen door elkaars lot, verbinden hun lot aan dat van anderen en willen zich inzetten voor gezamenlijke lotsverbetering. Maar het idealisme is verspreid over duizenden kleinschalige of one-issue initiatieven en de stap van persoonlijk engagement naar maatschappijverandering lijkt onneembaar groot. Gepersonaliseerde politiek noemen de Tilburgse onderzoekers deze moderne vorm van engagement, of personalized politics, in de woorden van de Amerikaanse socioloog Lichterman. Personalized politics staat voor een sterke persoonlijke identificatie met een specifieke zaak of een concreet probleem. En Lichterman ziet personalized politics als een mooie manier om persoonlijk engagement, verantwoordelijkheid en burgerschap vorm te geven in een geïndividualiseerde cultuur. Maar er zit ook een gevoel van tekortschieten aan louter personalized politics. En die is treffend beschreven door de collega en echtgenoot van Lichterman, Nina Eliassov. Zij constateerde namelijk dat het persoonlijk activisme vaak niet leidt tot verbinding met gelijkgezinde initiatieven. Mensen realiseren op kleine schaal een utopie, maar hebben het gevoel dat het realiseren van een maatschappelijke verandering hun macht te boven gaat. De neiging is om idealen te richten op het bestaan dat men kan overzien en de inzet voor verandering te beperken tot de persoonlijke levenssfeer. Ik hou het voortaan klein voor mezelf, want ik wil gelukkig zijn, zoals ergotherapeut Esther Kortehof het verwoordde. De civil society stagneert, luidt de diagnose van de Tilburgse onderzoekers. Er is sprake van een dubbele vervreemding, stelden wij vast, in Van Waarde. Van de mensen van de politiek en van de politiek van de mensen. Als waardig gestuurde politiek iets moet verhelpen, dan is het dit wel. Het onvermogen om alledaagse persoonlijke ervaringen, engagement en onvrede te verbinden met maatschappelijke analyse en visie en met politieke idealen en collectieve strijd. Hoe wil Van Waarde daaraan bijdragen? Laat me 6 punten noemen. Allereerst is nodig dat de politiek weer gaat over de vraag welke samenleving wij willen.
In de liberale conceptie van politiek spelen waarden een ondergeschikte rol. Liberalen zijn sceptisch over de mogelijkheden om een zinvolle, in enige consensus eindigende discussie over waarden te voeren. Zij onderschrijven in meer of mindere mate het waardenrelativisme. In een liberaal wereldbeeld hebben mensen en groepen vooral belangen. Deze botsen voortdurend en om te voorkomen dat dit uitmondt in de jungle, hebben we de politiek en de rechtsstaat uitgevonden. Bij sociaaldemocraten past beter een opvatting van politiek die wat meer ontleend is aan het gemeenschapsdenken. Zo'n opvatting van politiek erkent dat er een voortdurende botsing is tussen waarden. Maar dit betekent zeker niet dat alles maar een mening is en dat er niets is dat mensen bindt en gezamenlijk nastreven. Mensen verdienen met andere woorden een politiek die niet alleen is gericht op het beslechten van belangenconflicten, bestuurlijke haalbaarheid en financiële houdbaarheid, maar ook op het realiseren van gemeenschappelijke waarden en levensidealen. Met de titel van ons project Van Waarden zouden we blij zijn als we ertoe bijdragen dat alleen dit al meer gebeurt. Ertoe aansporen dat steeds meer mensen en politici zich de vraag stellen, wat vinden wij als gemeenschap van waarde en hoe investeren wij daarin? En ja, toen de nieuwe leider van GroenLinks, Jesse Klaver, bij zijn lancering in de media ook precies deze vraag stelde, ging bij de WBS de vlag uit. Want samen een publiek gesprek op gang brengen dat op deze vraag is gericht, is een heel belangrijke eerste stap. Wat waardesturing ten tweede vereist, is het benoemen van breed gedragen waarden waarop we elkaar kunnen vinden en aanspreken. Een taal die alledaagse ervaringen van mensen verbindt met politieke idealen, gedragen door de mensen en gedragen door de meest actuele wetenschappelijke kennis. Voor de hand liggen onze klassieke verlichtingsidealen, vrijheid, gelijkheid, solidariteit en democratie. Maar nog een slag concretere kerndoelstellingen bleken bij uitstek geschikt om de persoonlijke levenssfeer en politieke idealen met elkaar te verbinden. Door de bril van de maatschappijanalyses van onze wetenschappers en vanuit de sociaal-democratische traditie luisterden we goed naar de mensen die we interviewden en menen dat vier kerndoelstellingen resoneerden in de verhalen. Bestaanszekerheid, goed werk, binding en verheffing. Naast wat misschien wel het hoofdthema was van waarde, zeggenschap en greep op het leven. Geen van die doelstellingen hebben we overigens in de titel opgenomen. Met de titel Van Waarde hebben we willen oproepen tot een continu publiek gesprek over de gewenste samenleving. Net als de term algemeen belang is van waarde een open en dynamisch begrip dat tegelijkertijd tot politiek engagement uitnodigt. Zo'n open uitnodiging bevordert kritiek, aanvulling en verbetering, opdat we onze kerndoelstellingen periodiek kunnen actualiseren. Dat is sinds het verschijnen van waarde ook gebeurd. Een belangrijk punt van kritiek was dat de enormiteit van de ecologische problemen meer zichtbaar moet worden gemaakt. Wij hadden weliswaar beschreven dat bestaanszekerheid in deze tijd ook een noodzakelijke wending betekent naar duurzame energiebronnen en goed werk een wending naar groene banen. Verheffing werkten we ook uit als respect voor de natuur en verontwaardiging over het grove misbruik van dieren in de vleesverwerkende industrie. En binding staat in deze tijd voor solidariteit met mensen die veel eerder dan wij de ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering ondergaan. En binding staat ook voor solidariteit met toekomstige generaties in ons eigen land die bij ongewijzigd beleid evenzeer op harde ecologische grenzen zullen stuiten. Maar de critici hadden een punt dat de urgentie van deze problematieken een nevengeschikte kerndoelstelling van duurzaamheid rechtvaardigt. En dus werken we nu aan een vervolgproject van Waarde Duurzaam, waarin we op die kerndoelstelling van duurzame ontwikkeling de alledaagse idealen en onvrede van de mensen verbinden met maatschappijanalyse en overkoepelend politiek verhaal. Maar een focus op waarde en de explicitering van actuele doelstellingen die worden gedragen door de mensen en de wetenschap levert nog geen greep op het leven. Een derde belangrijk punt is dat mensen inzien dat individuele greep vaak afhangt van collectieve voorwaarden. Als iets ons getroffen heeft tijdens onze interviews voor het Vooruitboek, was het de afwezigheid van een collectieve beleving van maatschappelijke of economische problemen. Mensen herleiden alles wat ze beleven tot individueel succes, falen of lot. Als je greep op het leven googelt, vind je binnen 10 minuten grip op je leven. En Stichting Grip op je Leven, die begeleiding biedt aan mensen met een psychiatrische of psychosociale hulpvraag. Mensen denken overal alleen voor te staan. Stress van het multitasken als vader of moeder, kom een week mediteren.
Alweer ontslagen, werk aan je presentatie. Geen greep op je leven, vul de zelfhulpwijzer in op zelfhulpwijzer.nl. Het individualisme heeft ons het streven naar individuele vrijheid gegeven. Maar het maakt velen vandaag blind. Blind voor de voorwaarden van die vrijheid. Het maakt mensen blind voor het fundamentele gegeven dat individuele vrijheid vaak collectieve actie vereist. Dat collectieve actie de materiële, culturele en juridische voorwaarden voor die vrijheid schept. Individualisme maakt vandaag velen ook blind voor de invloeden die ons denken, doen en voelen sturen. Het bevordert de illusie dat het individu compleet autonoom is, dat je niet wordt beïnvloed door de condities waaronder je leeft. De omgeving waarin je bent opgegroeid, de kranten die je leest, de tv-programma's die je kijkt en andere communicatie waaraan je deelneemt. Die illusie nam zelfs de vorm aan van een sociologische stelling. De stelling van de individualisering. De overtuiging dat het proces van emancipatie was voltooid. Dat de hedendaagse individuen nu werkelijk autonoom zijn. Die sociologische stelling van de individualisering speelde ook een belangrijke rol in de zogenaamde derde weg. Het paradigma dat sinds de jaren 90 van de vorige eeuw dominant werd in de meeste sociaal-democratische partijen in Europa en de Verenigde Staten. De individualisering leverde als het ware het mensbeeld op waarop die ideologie steunde. In het licht daarvan moest vooral worden ingezet op de verantwoordelijkheid van die autonome individuen. Met het gevolg dat de blindheid voor de collectieve voorwaarden van individuele vrijheid nog groter werd. Dat mensen verantwoordelijk werden gesteld voor gebeurtenissen waarop ze nauwelijks greep hebben. En dat het collectieve streven naar greep op het leven werd onderbroken. Laten we van het verwezenlijken van reële vrijheid weer een doel maken. Door mensen meer greep te geven op de omstandigheden die hun welbevinden beïnvloeden. Daarvoor is het ten vierde nodig dat we ons weer kritischer gaan verhouden tot de economische en technologische vooruitgang. Die tijdens dezelfde derde weg eigenlijk omhelst is. Dat de constructief kritische maatschappijanalyse van kapitalisme en modernisering weer centraal komt te staan in de sociaal-democratische beweging. Niet alle sociale en ecologische gevolgen van ongebreideld kapitalisme zijn achteraf met toegenomen groei te compenseren. En niet al het ongewenste gedrag van op afstand geplaatste overheidsinstellingen zijn achteraf met toezicht en controle te beheersen. Proactieve en voortdurende sturing van economie en bureaucratie in de richting van onze waarden is nodig. Als we dat doen, zullen diagnoses en oplossingen heel anders zijn dan de afgelopen 25 jaar. De oplossing voor multitasking stress van ouders is dan geen meditatie, maar een collectief verworven langer vaderschapsverlof en betaalbare kinderopvang. En de oplossing voor gebrek aan greep op het leven geen zelfhulpwijzer, maar een heruitvinding van de politiek. En voor die politiek hebben we ten vijfde collectiviteiten nodig. Brede allianties om tegenwicht te bieden tegen de anonieme krachten van de bureaucratie en de markt die zeggen dat ze ook niet anders kunnen of er niet over gaan. Hoe goed moet het gevoeld hebben voor de 19-jarige vulploegmedewerker Soufiane Afkir om tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold namens 50.000 jongeren het woord te nemen om aan Ahold CEO De Boer te vragen of hij kan uitleggen waarom Soufiane 299 jaar moet werken voor het jaarsalaris van de heer De Boer. De oprukkende jongerenbeweging Young and United, die Soufiane vertegenwoordigde, overhandigde de afgelopen donderdag 130.000 handtekeningen aan minister Lodewijk Asscher. Voor meer banen waarvan je kan leven, meer echte contracten en een volwassen minimumloon vanaf 18 jaar. De woordvoerster arbeid van de drie linkse partijen in de Tweede Kamer kondigde aan zo nodig zelf initiatief te nemen om het wettelijk minimumjeugdloon te herzien. Insiders wijzen op het belang van de gedegen voorbereiding van de lancering van Young and United. De organizers lieten van tevoren wetenschappelijk onderzoek doen naar de sociaal-economische positie van jongeren in Nederland in internationaal vergelijkend perspectief. Dat verscheen in een boek waarin ook jongeren zelf aan het woord komen. Zij vertellen over hun werk en leven, nu en in de toekomst. Het toekomstideaal van onze samenleving. Heldere doelstellingen. Je realiseren dat je niet alleen bent. Kritiek op het verdienmodel van grote ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek, levensverhalen. 130.000 medestanders in 3 maanden. En een aangekondigde initiatiefwet
ter herziening van het jeugdminimumloon. Greep op de economische omstandigheden die je leven bepalen. Het kan nog in 2015. En hoe? Er is één laatste kenmerk van waardegedragen politiek dat dikwijls wordt vergeten, maar dat van fundamenteel belang is. Zowel voor de samenleving waarnaar we streven, als voor de wijze waarop de sociaaldemocratie naar die samenleving streeft. Conservatieven noemen waarden en normen altijd in één adem. Maar het gaat om twee heel verschillende verschijnselen. Normen zijn specifieke gedragsvoorschriften. Waarden zijn algemene principes. Algemene principes die mensen, rekening houdend met de situatie waarin ze zich bevinden, naar eigen inzicht mogen toepassen. Precies in de verschuiving van normgebonden, ritualistisch gedrag naar waarden gestuurd en waarden gedragen gedrag, zit de bevrijding van de moderne cultuur. De bevrijding die steunt op toegenomen individuele vrijheid, als ook op de betrokkenheid, de kennis en het inzicht die mensen moeten hebben om de waarden die ons binden naar eigen inzicht in het persoonlijk en maatschappelijk leven toe te passen. Waardesturing in plaats van normgebonden gedrag is een cruciale, misschien wel de meest belangrijke voorwaarde voor greep op het leven. En de keuze voor waardesturing impliceert de noodzaak om mensen te verheffen, om hen de bekwaamheid en de zelfstandigheid te geven om naar eigen inzicht naar waarde te handelen. En om hen ook het inzicht en de mogelijkheid te geven om dat samen te doen. Omdat de sociaaldemocratie kiest voor waardesturing, moet zij zich als beweging voortdurend afvragen wat onze waarde bedreigt en hoe we onze waarde in de wereld zoals we die vandaag kennen kunnen verwezenlijken. Als de historicus Piet de Rooij de sociaaldemocratie typeert als een beweging met een grote uitvinderswerkzaamheid, dan verwijst hij precies naar dit gevolg van onze keuze voor waardesturing. Zijn these is dat de politiek alleen bescherming kan bieden tegen de amorele hardheid van de economie als er voortdurend aan nieuwe beschermingsconstructies wordt gewerkt. Zo leven we in een tijd waarin op lokaal niveau allerlei initiatieven opkomen van burgerkracht, eigenkracht, sociale veerkracht en steeds meer geëxperimenteerd wordt met alternatieven voor het staande beleid, zoals het basisinkomen en de basisbaan. Het zou goed zijn als een klein percentage van de beschikbare middelen werd besteed aan wetenschappelijk onderzoek om te volgen wat de effecten van deze uitvinderswerkzaamheid zijn in vergelijking met het staande beleid. En het is van belang dat we ons in geen van deze alternatieven nog in het bestaande beleid vastbijten. Pragmatisch reformisme vanuit een duidelijke maatschappijvisie. Vanuit een helder perspectief op hoe het beter kan. Dat is de les van Den Uyl. We zijn hoeder, voorvechter van de waarde in plaats van moeder van een specifieke maatregel of norm. Een creatieve factor zijn, uitvinders zijn, onze reformistische traditie in ere houden, dat is waardegedragen politiek en dat geeft mensen meer greep op het leven. En hoe verhoudt zuiverheid in waarde zich dan tot wat Piet de Rooij zo trefzeker heeft samengevat als de drie beruchte C-woorden in de Nederlandse politiek? Coalitie, compromis en consensus. Haten mensen paars per definitie, zoals politiek commentator Tom-Jan Meeuws opperde, omdat PvdA en VVD nu eenmaal politieke erfvijanden zijn? Ik zou verwijzen naar paars 1 en stellen van niet. Als partijen erin slagen een gemeenschappelijk idee van vooruitgang te formuleren op basis van gedeelde waarden, zijn coalitie, compromis en consensus mogelijk. Die gedeelde waardeagenda van paars 1 zat hem in de bestrijding of de bevrijding van het conservatieve juk. In een gedeelde culturele verlichtingsagenda. Zoals de gedeelde waardeagenda van dit paarse kabinet zou kunnen liggen in zeggenschap. Zeggenschap te midden van dichtgegroeide bureaucratie. Zeggenschap in ondernemingen. In greep op het leven. Toen ik eens aan de bewindpersoon vroeg welke doelgroepen hij nou in zijn hoofd had bij de aanstaande ingrijpende hervormingsoperatie, aan welke moderne noden en wensen hij nou tegemoet ging komen en op welk onderzoek hij dat baseerde, toen keek hij mij buitenglazig aan. Zijn reactie was illustratief voor de hoge nood in de instituties van de verzorgingsstaat zelf.
Sinds de jaren 90 zijn het primair zorgen over de betaalbaarheid, beheersbaarheid en houdbaarheid van de voorzieningen die de bestuurlijke aandacht opeisen. De moderne noden en wensen van de mensen zijn duidelijk al heel lang niet meer de belangrijkste stuwende kracht achter de verzorgingsstaathervormingen. Zo concludeerden Willem Trommel en Romke van der Veen in hun studie over deze hervormingen. Geen misverstand, de verzorgingsstaat toesnijden op grote veranderingen in de bevolkingsopbouw, oneigenlijk gebruik aanpakken van regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, periodieke herbezinning op wat er allemaal financieel vergoed wordt. Het is verstandig en nodig. Maar om met de verzorgingsstaat weer bij te dragen aan de greep op het leven van de mensen, is een scherpere focus op waarde, op inhoudelijke kerndoelstellingen cruciaal. Op een andere manier gaat het gewoon niet. Want niet alleen is de verzorgingsstaat een van de grote vernieuwingen die de Europese politieke traditie heeft voortgebracht en is er nog steeds ongekend populair in Europa en in Nederland. Ook is het diep verankerd door sociaal-democratische waarden. Ook door sociaal-democratische waarden. De eerste en oudste daarvan is misschien wel de lotsverbetering, ingezet door het wethouderssocialisme. Voortbouwend op het werk van de radicale liberalen bevochten socialistische wethouders de lotsverbetering van de burgers in hun gemeente op het kapitalisme. Door het verzorgen van nutsvoorzieningen op het gebied van gas en water, door regulering van de economie via prijsregulerende gemeentebedrijven en door het stichten van gemeentelijke instellingen als keukens en badhuizen. Later werd die ambitie uitgebreid naar bestaanszekerheid bij een behoorlijk levenspeil voor iedereen. Met Drees nu als wethouder van Nederland, die in een lange periode van rooms-rode kabinetten de basis legde voor de nationale verzorgingsstaat zoals we die nu kennen. En toen het in de jaren 60 leek dat de sociaaldemocraten hun missie zo ongeveer gerealiseerd hadden, wist Den Uyl een nieuw samenlevingsideaal te formuleren. En dat wenkende perspectief was dat kwaliteit van bestaan niet langer voorbehouden zou zijn aan een kleine elite, maar binnen bereik zou komen van iedereen. Door de groei van het nationaal inkomen niet langer te besteden aan steeds meer consumptiegoederen, maar in plaats daarvan te investeren in publieke voorzieningen, in het bijzonder in onderwijs, zou iedereen een gelijke mogelijkheid tot ontplooiing kunnen worden geboden. En een laatste duidelijk sociaal-democratisch thema in de verzorgingsstaat was en is de focus op werk, werk, werk. Zoals Wim Kok dat introduceerde. Met het terugdringen van het beroep op ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, een leven lang leren en arbeidsplaatsen voor de meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt als prioriteit. Maar onmiskenbaar is in deze periode een omslag plaatsgevonden. Ook het langdurig samenregeren van de ideologische tegenpolen PvdA en VVD en de introductie van vele uit het bedrijfsleven gekopieerde beheersprocessen, de zogenaamde New Public Management, droegen eraan bij dat de technische rationaliteit de afgelopen decennia zwaar is gaan domineren over de substantiële rationaliteit. Te lang sindsdien is de verzorgingsstaat primair hervormd vanuit bestuurlijk en financieel perspectief. Het is de hoogste tijd dat de verzorgingsstaat ook weer wordt gemoderniseerd vanuit het perspectief van de nieuwe noden en wensen van de mensen, vanuit de eisen van het moderne leven. Want dat moderne leven ziet er behoorlijk anders uit dan vroeger. Dat geldt ten eerste voor de combinatie van werken en zorgen. Met de massale toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt is de huisvrouw als buffer in de grootfamilie weggevallen. In plaats van specialisatie, de mannen werken, de vrouwen zorgen, zullen mannen en vrouwen steeds meer hun zorg- en werktaken moeten combineren. Bovendien is de inzet van het beleid steeds meer gericht op informalisering van de zorg. Het beroep op burgers om zelf voor hun familie en naasten te zorgen wordt steeds sterker, waar het voorheen vooral de taak van professionele zorgverleners was. Die toegenomen druk zien we ook op het vlak van leren en werken. Het beleid legt een steeds grotere nadruk op blijven leren tijdens het leven, omdat scholing bijdraagt aan arbeidsvreugde, maar ook aan het innovatief vermogen van het bedrijfsleven en aan de employability van de werknemer op de arbeidsmarkt. Alle mensen vervullen dus telkens verschillende rollen in het leven. Ze werken, zorgen, leren en doen vrijwilligerswerk. Voor velen zijn zowel hun werk als hun gezin hun passies. Die veelzijdigheid en combinatiedrift zijn een positieve ontwikkeling. Met veel kansen voor mannen en vrouwen om persoonlijk te groeien en het beste uit zichzelf te halen.
Maar het wordt moeilijk wanneer je ineens veel moet bijleren om je baan te kunnen houden of voor volgende stap te kunnen maken. Of wanneer een kind ziek wordt of een ouder en je lang veel zorgtaken hebt. Dan kan de combinatie van rollen te stressvol worden of te zwaar. Die passies verzoenbaar maken is dus een politieke opdracht. Nu zien we dat mensen het ene aan het andere moeten opofferen. Dat veel jonge mensen hun intense betrokkenheid bij het werk moeten terugschroeven als ze ten volle van hun gezin willen genieten, familieleden of vrienden willen verzorgen of in hun ontplooiing willen investeren. En vele lijden daaronder. Onze instellingen zijn niet aan de moderne levensloop aangepast. Dat veroorzaakt niet alleen veel pijn, stress en ziekte. Het veroorzaakt ook een groot verlies aan inzet en betrokkenheid bij het economisch leven. We woekeren met de passies van de jonge mensen in de plaats van ze te gebruiken als bouwstenen van een sterkere economie en een betere samenleving. Zeggenschap in de levensloop, dat zou het nieuwe paradigma voor de verzorgingsstaat kunnen zijn. Er is meer zeggenschap nodig over tijd. Mogelijkheden en uitlaatkleppen om tijdelijk minder te werken, om andere belangrijke activiteiten te ondernemen. En er is meer zekerheid nodig omtrent inkomen en baanbehoud tijdens die periodes. Zeggenschap. De nieuwe opdracht voor de verzorgingsstaat. Een paradigma waarin zeggenschap centraal staat zou ook kunnen worden uitgebreid naar de arbeidsmarkt. In zo'n paradigma zouden de arbeidsmarktvoorkeuren van werkenden weer meer het uitgangspunt vormen. De afgelopen decennia is de enorme toename van het flexwerk in Nederland vooral gedreven door de wensen van de werkgevers. Flexibiliteit voor de werkgever. Om via een flexschil in zijn onderneming met conjuncturele schommelingen om te gaan. Maar ook vanwege de kwalijker mode om via flexcontracten kosten en risico's structureel op werkenden af te wentelen. Een paradigma van zeggenschap zou flexibiliteit voor de werknemer weer centraal stellen. Werknemers zouden enorm winnen bij meer zeggenschap over werktijden, werkplek en diverse mogelijkheden voor verlof. En in deze situatie zouden het vooral werknemers zijn die kunnen bepalen of ze in een vast contract, flexcontract of als ZZP'er willen werken. Afhankelijk van je voorkeur voor meer autonomie met meer risico, dan wel meer zekerheid met minder autonomie. Dat zou je kunnen bereiken door te bewerkstelligen dat het voor werkgevers niet meer veel goedkoper zou zijn om flexibele krachten of ZZP'ers in te huren. En door ZZP'ers wat meer zekerheid te bieden tegen rampen, door bijvoorbeeld de toegang tot arbeidsongeschiktheidsverzekering te verbeteren. Zeggenschap in de levensloop is de nieuwe opdracht. Maar ook de oude opdrachten blijven urgent, veelal in nieuwe gedaanten. Bij bestaansonzekerheid gaat het meer en meer om werkende armen. En om een kleine groep kwetsbaren die het steeds slechter gaat. Kwaliteit van bestaan voor iedereen wordt bedreigd door nieuwe ongelijkheden tussen onderwijsstanden in Nederland. En werk, 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 ja, dat is het dus onvoldoende. In een economie die zucht onder de nasleep van de crisis en een te weinig op werkgelegenheid gericht Europees beleid. Eerst als het is, is het ernst. Een politiek uur-u is aangebroken voor de verzorgingsstaat nu de regering heeft besloten belangrijke taken op het gebied van de jeugdzorg, zorg voor zieken en ouderen, de sociale zekerheid en begeleiding naar werk te decentraliseren naar de gemeente. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat onduidelijkheid, onzekerheid en onrust vooralsnog overheersen. Voor veel mensen zijn de eventuele voordelen van de decentralisatie nog onduidelijk. 47% verwacht dat de nadelen groter zullen zijn dan de voordelen, terwijl 13% meer voordelen ziet. Die onduidelijkheid, onzekerheid en onrust zijn logisch, aangezien de decentralisatie onder hoog tijdstuk wordt doorgevoerd en in combinatie met een bezuiniging, soms oplopend tot 25% van het budget. Ze zijn ook logisch, omdat de VVD bij monden van fractievoorzitter Zijlstra er geen geheim van maakt dat het hen te doen is om grote hervormingen en zware bezuinigingen en een nieuwe samenleving waar we niet onze schouders ophalen, maar de schouders eronder zetten. En omdat het in stand houden van de doorgeslagen verzorgingsstaat met haar afgedwongen solidariteit en doorgeschoten zorgplicht Nederland laat vastlopen. In de coalitie waar de Partij van de Arbeid ook deel van uitmaakt, zou een waardegedragen politiek ertoe moeten bijdragen dat in deze ingrijpende transitie primair wordt gestuurd op zeggenschap. Zeggenschap van betrokkenen, op bestaanszekerheid, goed werk, binding en verheffing. En dat is de reden waarom de WBS samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur en een snel groeiend aantal afdelingen van de PvdA het project Van Waarde Lokaal
is gestart. Daarin proberen we de 6 stappen van waardegestuurde politiek in de praktijk te brengen. Allereerst door te concretiseren wat de kerndoelstellingen van waarde nu betekenen in die gemeentelijke praktijk. Hoe krijgen zeggenschap, bestaanszekerheid, goed werk, binding en verheffing nu vorm in dat nieuwe, gedecentraliseerde sociale domein? Waar zien we doorbraken? Waar gaat het mis en hoe komt dat? Zoals gezegd zou de kerndoelstelling zeggenschap kunnen zijn. Zeggenschap voor de mensen die zorg en begeleiding ontvangen en zeggenschap voor de mensen die zorg en begeleiding verlenen. Zoals in de jeugdzorg het opknippen van indicatie en dienstverlening zo uit de hand gelopen dat het kon gebeuren dat in 1 multiprobleemgezin wel 17 hulpverleners rondliepen. Zodat een moeder uit Woerden op een goed moment vroeg of ze op de woensdag misschien een hulpverlener vrije dag kon krijgen om wat rustige tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen. Met de nieuwe aanpak in de gemeente is het de bedoeling dat de ouders meer zeggenschap krijgen en komt er per gezin 1 hulpverlener, eveneens met meer armslag. Die kan dan bijvoorbeeld vaststellen dat een goede aanpak van de schulden en relatiebemiddeling tussen de ouders eigenlijk de ergste druk op de kinderen voorlopig wegneemt. De andere 8 hulpverleners voor de andere 10 eerder vastgestelde problemen kunnen dan even naar de achtergrond. Meer zeggenschap voor cliënt en zorgwerker is de belofte van de sociale wijkteams die deze zorg moeten gaan verlenen in gemeenten. Onder welke voorwaarden blijkt dat nou te lukken? Wat kunnen we van die best practices leren? Maar ook de waarde van bestaanszekerheid staat op het spel. De mensen die geraakt worden door de veranderingen zijn mensen met sociale, gezondheids- of financiële problemen en ze zitten al in een kwetsbare maatschappelijke situatie. Van de bovengemeentelijke praktijkschool De Bolster in Oost-Groningen ging tot vorig jaar rond de 25% van de afgestudeerde leerlingen direct naar de sociale werkplaats. Vanaf 1 januari kunnen ze daar niet meer terecht. De stad Groningen is al volop bezig om de leerlingen uit Groningen naar stage en werk te begeleiden. Terwijl de kinderen afkomstig uit de kleinere gemeenten vaak nog op een eerste contact wachten. Dan gaat het dus om kinderen in dezelfde klas. Als ze straks afstuderen en nog thuis wonen, verdwijnen ze uit beeld, omdat gemeenten weinig incentives hebben om mensen die geen bijstandsuitkering ontvangen naar werk te begeleiden. Die problematiek van de niet-uitkeringsgerechtigden zien we overal in het land terug. Dat zijn zaken die we verzamelen tijdens ons onderzoek en die om een oplossing vragen. De sociaaldemocratie heeft ook een speciale opdracht waar het gaat om binding en gelijke kansen. En te voorkomen dat de decentralisatie de diploma-democratie versterkt. We zien een enorme kloof tussen mondige burgers die weten hoe ze een PGB voor hun gehandicapte kind zo goed mogelijk kunnen inzetten en de burgers die dat niet kunnen. Verstandelijk gehandicapte jongeren van wie de ouders ook verstandelijk gehandicapt zijn. Zij zullen nooit in een kleinschalig, prachtig oude initiatief belanden en ook niet in een Thomashuis. Zij zijn aangewezen op de grote zorginstellingen. En het risico dat steeds meer handige, mondige, vaak hoogopgeleide mensen niet meer gebruik maken van die collectieve zorginstellingen en dat daarmee ook het sociale netwerk rond die zorginstellingen verschraalt, ja, dat is daar. Het gevaar is dat de groep die niet in staat is gebruik te maken van een PGB, die niet de bemiddelde mantelzorgers hebben die voor de extra's in hun leven zorgen, steeds slechter af zijn. Dat ze zich ook niet meer kunnen optrekken aan de rest, doordat ze gescheiden komen te leven. Dilemma's ten aanzien van de waarde verheffing. Ook die komen we voortdurend tegen in de zorg voor gehandicapte kinderen, tegen de achtergrond van de bezuinigingen. Als je wilt bezuinigen op wat de maatschappij aan deze groep uitgeeft, moet je goed weten wat je doet en goed afwegen wat dat betekent. Aan de ene kant geven ouders aan dat de financiële vergoedingen soms best wel ruim waren in het verleden. Waarom zou je niet die fiets voor je gehandicapte kind betalen? Of de sportactiviteit, terwijl je dat soort zaken wel betaalt voor je niet gehandicapte kind? Daar ziet iedereen de logica wel van in. We zijn tot nu toe eigenlijk nog niemand tegengekomen die niet zelf financieel wil bijdragen. Maar een groot deel van de verzorging zelf blijven doen als mantelzorger, daarvan geven wel veel mensen aan dat het te zwaar is. 2 keer per week zwemmen, dat gun ik hem, zei moeder over haar verstandig gehandicapte zoon. Maar dat is niet realiseerbaar. Je moet haast 2 op 1 zijn in een zwembad.
Anders kun je niet naar het toilet. Dit soort dingen zelf betalen is niet het probleem. Voor onze andere zoon hebben we ook altijd zijn sport betaald. Maar je moet het zelf allemaal regelen en zelf aanwezig zijn. En dat is op een gegeven moment, ik ben nu 63, niet meer te doen. En tenslotte de waarde van goed werk. De ambitie om het overgrote deel van de arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand op de arbeidsmarkt te gaan begeleiden naar regulier werk is enorm. We halen prachtige voorbeelden op van een nieuwe samenwerking tussen wethouders en grote bedrijven, van sociale ondernemers, voorbeelden waar je van kan leren. Maar op een markt met al ruim 600.000 werklozen zullen er simpelweg te weinig banen zijn. De werkloosheid dreigt structureel te worden voor veel mensen die zijn aangewezen op banen rond het minimumloon. Tegen die achtergrond zou het kabinet bij de aanstaande belastingherziening er goed aan doen te kijken naar de ervaringen in België met de dienstenchecks of in Denemarken met de afdrachtskorting voor werkgevers. Beide regelingen maken het aantrekkelijk voor werkgevers om mensen rond het minimumloon in dienst te nemen. En een bloeiende diensteneconomie is eigenlijk waar iedereen blij van zou worden. In heel veel kantoren en ondernemingen valt een aantal taken bij elkaar te nemen. De deur open doen, de koffie, computeronderhoud, kopieerwerk, materieel uitdelen en innemen. Die bij elkaar waardig werk voor mensen opleveren en tegelijkertijd heel veel collega's ontlasten. En in heel veel gezinnen in het spitsuur van het leven en bij ouderen en zieken zou persoonlijke dienstverlening een uitkomst bieden. Zo proberen we eraan bij te dragen dat de hervorming van de verzorgingsstaat tegemoet komt aan de noden en wensen van de mensen. Door helder te formuleren waar het de Partij van de Arbeid om te doen is tijdens deze transitie. En op welke kerndoelstellingen we onze politici dus mogen aanspreken. Door verhalen op te halen van betrokken cliënten, mantelzorgers, werkenden en werkgevers, raadsleden en wethouders in het sociale domein. Door een netwerk van correspondenten, wijkverpleegkundigen, docenten op praktijkscholen, werknemers in sociale werkplaatsen die voor ons bloggen onder de hoede van Jan Schuurman Hes. Over wat goed gaat en wat niet. Als een detective het land in, zoals Felix dat zegt. Door deze mensen zich te laten realiseren dat ze niet alleen zijn. Dat overal in het land met vergelijkbare opgaven wordt geworsteld. Door maatschappijanalyses te maken van de verwachte gevolgen van de transitie. Door te leren van elkaars uitvinderswerkzaamheid. En door aan te zetten tot reformisme waar het misloopt. Door ideeën van betrokkenen, de WBS-staf, wetenschappers, sociale slimmerikken en parlementsleden met elkaar te confronteren. Door vast te stellen waar problemen cumuleren en daar de landelijke politiek op aan te spreken. En door dit alles te publiceren op een speciale website die na de zomer online gaat. Om bij te dragen aan het publieke gesprek over de toekomst van de verzorgingsstaat. Eerst als het is, is het ernst. Dat geldt pas echt als we onze toekomstvisie op de verzorgingsstaat in internationaal perspectief zien. Een verheldering en sturing op waarde kan niet zonder globalisering en Europeanisering te duiden. Zonder greep op mondiaal kapitalisme, geen greep op het leven. Dat beseften de respondenten uit het onderzoek van Mark Argardes zeer wel. Getuigende vrees die de ondervraagde uitspraken voor het wegtrekken van bedrijven naar lage lonenlanden, de toenemende ongelijkheid in landen en de neerwaartse druk op lonen en arbeidsvoorwaarden. En zonder perspectief op mensen in de rest van de wereld, geen sociaal-democratische beweging. Een indringend moreel appel daartoe deed ooit de eerste lezinggever, Dr. Sujat Moko, Indonesisch diplomaat en lid van de Club van Rome. In 1988, een appel voor een uitbreiding van 's mensens morele horizon, door de blik te richten over de grens, op noden en behoeften van de mensen elders. Professor Abraham de Zwaan vertrok in de tweede Den Uyl-lezing niet vanuit een moreel appel, maar vanuit welbegrepen eigenbelang. Hij stelde dat de verzorgingsstaat tot dan toe was opgezet als een nationaal arrangement. Maar milieubederf en migratie, zo betoogde de Zwaan, kunnen ertoe leiden dat de rijke landen er een belang bij krijgen om elders in de wereld voorzieningen te treffen die daar een minimumbestaan zouden kunnen waarborgen. Het is, zo betoogde hij, geen historische noodzaak dat een dergelijke collectivisering ook op mondiaal niveau doorzet, maar de mogelijkheid bestaat, zo luidde de slotzin van zijn reden.
20 jaar later, in 2007, hield Jan Pronk een gepassioneerd betoog dat de sociaaldemocratie het aan haar beginselen verplicht was die mogelijkheid ook waar te maken. Verplicht of niet, de middenklasse zal hoe dan ook tot het besef moeten komen dat zij ook zelf een belang heeft bij royale solidariteit. Je hoeft geen uitvinder van de term verlicht eigenbelang te zijn om te beseffen dat er grenzen zijn aan de ongelijkheid die een regio kan doorstaan zonder in haar voegen te kraken. De lezingen van deze drie heren waren profetisch. Sinds de lezing van Pronk verliepen de voorspelde ontwikkelingen exponentieel. De crisis van het mondiale financiële kapitalisme, toenemend geweld aan de randen van Europa en een immense migratiedruk. Als dit geen moment van politieke waarheid is. Als we greep op deze overweldigende problemen willen krijgen, moeten we ons realiseren dat het de gevolgen zijn van het ongebreidelijke kapitalisme en dat ze ons allen raken. In Europa net zozeer als in Afrika. In de meeste landen neemt de ongelijkheid toe. Vaker wel dan niet komt dat door marginalisering van de onderklasse en omdat het kwetsbare deel van de middenklasse in dezelfde richting afzakt. Overal ter wereld spelen de hypervermogenden ongehinderd landen tegen elkaar uit. De meeste wenten de lasten en risico's steeds meer op arbeid en overheden af, terwijl het kapitaal de winsten opstrijkt. In de meeste landen houden de groei van de werkgelegenheid en de lonen geen gelijke tred met de economische groei. Wat helpt is een kentering van de laatste jaren. Een kentering in de economische wetenschap. In internationale organisaties zoals de IMF, de Wereldbank en de OESO. Ook daar weet men nu dat het goed is voor mensen en de economie om grote ongelijkheid tegen te gaan. Om te voorkomen dat vakbonden te veel aan macht inboeten. Om te verhinderen dat de economie te zwaar leunt op financiële dienstverlening. Vanuit dit gemeenschappelijke probleembesef gaat het er nu om het politieke tegenwicht te organiseren. Tegenwicht om de beteugeling van het kapitalisme ook te realiseren. En het ligt voor de hand om te beginnen de duimschroeven aan te draaien in het kader van de Europese Unie. En daarbij gaat het om een veel bredere agenda dan herverdeling. Belangrijke veranderingen zouden al moeten plaatsvinden in een eerdere fase van de inkomensvorming. Ten eerste zouden we ook hier telkens de vraag moeten stellen, in welke economie willen we eigenlijk leven? Laten we tegenover de financialisering van de economie weer de nadruk leggen op productieve investeringen in de reële economie. En de nationale staat kan daar het voortouw in nemen. Zo laat het belangrijke nieuwe boek van innovatieprofessor Mariana Mazzucato zo mooi zien. Door zelf deel te nemen, te investeren en onderzoek en ontwikkeling in gewenste richtingen te stimuleren. Natuurlijk moeten we allemaal de kosten van onze productie in de internationale concurrentiestrijd verlagen, zegt Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz. Maar laten staten ophouden om vooral innovatie te subsidiëren, stimuleren om de arbeidskosten te beperken via automatisering en robotisering. En in plaats daarvan is massief investeren in innovatie die de energie- en grondstoffenkosten beperkt. Het consistente pleidooi van Diederik Samson om te investeren in energiebesparende initiatieven en in duurzame energieindustrie sluit daar naadloos bij aan. Belangrijk ook voor de onder- en middenklasse is dat we blijven investeren in een niet-financiële diensteneconomie, de persoonlijke dienstverlening zoals ik die eerder noemde. Dat is eveneens belangrijk omdat niet alle Europese landen kunnen groeien via exportgroei. Het beleid van Nederland en Duitsland om alle kaarten op de export te zetten destabiliseert Europa en verhoogt de spanningen tussen Noord- en Zuid-Europa. In de economie die we willen is het ten tweede weer meer balans nodig tussen kapitaal en arbeid. Hoe kan de vakbeweging met nieuwe organisatievormen weer aan kracht winnen? De organizers van de Schoonmakersactie en Young and United geven het goede voorbeeld. Een belangrijk punt om de positie van arbeid te versterken in Europa is het tegengaan van sociale dumping. Het afwentelen van risico's en kosten op werknemers door gebruik te maken van allerlei schijnconstructies in de interne markt. Met misbruik van sociale zekerheid en uitbuiting tot gevolg. Minister Asscher zal tijdens het aanstaande Europese voorzitterschap van Nederland van de Europese Unie een topprioriteit maken van de aanpak van de sociale dumping. De armsten en de kwetsbare middenklasse verdienen een behoorlijk minimumloon en grote vermogens verdienen eerlijke belastingen.
moet eindelijk belastingvlucht en ontduiking tegengaan en hard bestraffen en belastingparadijzen ook hun eigen land bestrijden. Potentieel verwoestende effecten van kapitaalstromen indammen door een belasting op financiële transacties en flitshandel. Ten derde moeten we ruimte bevechten voor onze verzorgingsstaten. Herstel van onze begrotingsdemocratie. De afspraak in de eurolanden om het overheidstekort tot 3% te beperken mag geen dogma worden. Het weerhoudt landen zoals Nederland van stimulerende toekomstgerichte overheidsinvesteringen. En het dwingt de economisch zwakke landen tot bezuinigingen met ontwrichtende sociale gevolgen. We moeten weer ruimte maken voor landen om hun eigen koers te varen, hun eigen prioriteiten te stellen en zo de greep van mensen op het leven te vergroten. En tenslotte is een forse investering nodig in wereldwijde armoedebestrijding. Bestaanszekerheid en goed werk over de grens. Minister Ploemen beredeneerde recentelijk wat Abraham de Zwaan 25 jaar geleden voor mogelijk hield. Een bemoeienis van het Westen met de opbouw van de verzorgingsstaat, arrangementen in het zuiden. Om iets te doen aan de enorme migratiedruk op Europa, betoogde zij, volstaat het niet om boten van mensensmokkelaars te vernietigen en mensen noodopvang in de regio te bieden. Het Westen zal veel royaler en structureler moeten samenwerken met Afrikaanse partners om mensen in hun geboorteregio kansen te geven. Dames en heren, vanaf juli 2015 zal het voorzitterschap van de Europese Unie gedurende 4 periodes op rij worden ingevuld door sociaal-democratische partijen. Dat is lang genoeg om ook een publiek gesprek op gang te krijgen over wat we van waarde vinden in Europa en hoe we daarin kunnen investeren. Als het gesprek over wat van waarde is in Nederland en Europa consistent voeren, als we kapitalisme en bureaucratie dagelijks de maat nemen, als we ons persoonlijk engagement ook hierop richten en bondgenoten met open armen ontvangen, dan leven we in het hart van de tijd. Dan krijgen we greep op ons leven. Dank u wel. Monika, je hebt ons als een waardig directeur van de W.R.D. Beckman Stichting meegenomen in het debat wat jij hebt aangejaagd over van waarde. Je hebt ons daarvan laten proeven. Je hebt ons dat op verschillende niveaus laten meemaken. Het globale niveau, het nationale niveau en het decentrale niveau. En een rijke en een lucide verhaal wat kritisch was, bezorgd en vooral ook richtinggevend. En we hebben allemaal de gelegenheid om dat nog na te lezen. Het wordt uitgegeven. En ik mag u uitnodigen om napratend hierover en met elkaar discussierend daarover hier nog een glaasje te drinken. Dank u wel.